Duizenden paprika's oogst Aad van Dijk elke dag. Weer een kilo. Maar er is een grote kans dat hij ze binnenkort allemaal kan weggooien. We kunnen ze 1 of 2 dagen laten staan. Maar de volgende stap wordt storten. Gewoon de container in en naar de compostering. Van Dijk exporteert veel paprika's naar Duitsland, Groot-Brittannië en Rusland. Maar de Russen hebben de grenzen dichtgegooid voor Europese groenten. En dus is hij een heel grote klant kwijt. Vanaf april tot november zijn we op de markt. We hebben productie. En de piekperiode ligt in de maanden mei en juni. Nou, we zitten er nou precies middenin. Dus voor ons kan het echt niet beroerder uitkomen. Het is voor Van Dijk ontzettend frustrerend dat de grenzen dichtgaan voor zijn paprika's. Want er is helemaal niks mis mee. Er is al onomstotelijk bewezen, het zit niet in Nederlandse groenten. Nederlandse groenten zijn veilig. Wij hebben dat al honderden keren getest. En elke keer komt de test als negatief eruit. Dus onze groenten zijn veilig. En dat er landen zijn die hun grenzen sluiten, is nergens op gebaseerd. Zal ik het zo inzetten, de tuinboon onderin? In Nederland laat de consument zich niet zo snel van de wijs brengen. Ondanks alle berichten over besmette groenten wordt er bij deze Utrechtse groenteboer geen paprika of komkommer minder verkocht. Ik schil nu even mijn komkommer, maar het is zo niet dat ik het laat staan of dat ik daar op dit moment heel erg angstig voor ben. Besmetting vindt niet plaats in onze regio, dus ik zou niet weten waarom ik daar rekening mee moest houden. Wij verkopen nog steeds gewoon komkommers. Mensen praten er wel allemaal over, maar ik geloof niet dat er hier tenminste minder wordt geëten. Dat lijkt me sterk. Maar aan een nuchtere Hollander heeft de paprika-teler uit Harmelen niet zoveel. Hij verkoopt vooral buiten ons land en hoopt dan ook dat de grenzen gauw weer opengaan. Maar zelfs dan zijn zijn problemen niet zomaar opgelost. We hebben ook niet de illusie als we morgen met z'n allen weer paprika's gaan eten dat het dan in één keer opgelost is. Want je ziet het hier ook, de voorraden zijn enorm. Dus de prijsvorming zal langere tijd nodig hebben om te herstellen. Het enige waar Van Dijk zich de komende tijd geen zorgen over hoeft te maken is wat er 's avonds op tafel staat. Ik heb er zat, dus ik denk dat ik er mijn paprika soep van maak.